Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering. Hallo. Hallo, Rami. En wat een mooi pakje heb je aan. Mooi. Oh, dank je. Diamond. Ik heb dat ook een mooi pakje. Ja, jij ook. Maar ik ben mooier. Ja, maar jij bent ook een schattig eekhoorntje. Na het intro. Daar komt ie. Ik sluit hem op. Samen overleven met Roy en Vincent. En het blijft een prachtig intro, vind je niet? Hè? Prachtig, maar mijn Minecraft die sluit ineens af. Maar het gaat lekker, vorige aflevering ook. Het gaat heel erg lekker, ja. Nou, ik weet niet wat, de cholera heb je voor mij gekregen in Minecraft? Ik, echt waar, mijn intro en... Ik sluit mijn intro af, ik switch terug naar mijn beeld en het sluit gewoon af. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dan moet je gewoon de intro erin editen. Nou, ik ga een gold... Ja, het is niet anders. Oké, ik heb natuurlijk vorige keer was ik in de goldmine. En toen heb ik wat kool weer gevonden. Daar ga ik weer alle ovens mee vullen. Nou, we hebben 12 kool over nog. En ik heb een iron. En Roy, heb je alle diamonds opgemaakt, Roy? Nee, helemaal niet. 15 stacks over. Zet ze dan weer terug op het mooie plekje. Was ik weer. Ik drop mijn diamond ook daar neer. In die, maar dit is de waardevolle chest. Daar doen we altijd dingetjes in die... gewoon het meest belang zijn en zo. Ik gooi er nou ook wat signs in. En ja, we hebben de golden. Oh. Wat zeg je? Ja, nee, oké. Tuurlijk, ja. Ja, en ik wou nog meer naar diamonds zoeken, maar we kunnen ook even gewoon gaan kappen, want we missen heel veel hout en ik wou het huis een beetje opknappen. Oké. Dus ik ga even naar buiten. Nou, mag ik mee? Hier... Ja, is goed. Prima hoor. Oké. Kom maar mee. Nou, je hebt een trappetje gemaakt, dus het leek me leuk om hier dan nog even ook een trappetje te maken. Maar je ziet net niet dat ik die stairs kan afmaken, ik heb dat houtsoort niet. Misschien hebben we dat wel, maar dat zou gaaf zijn als we een pad kunnen aanleggen hier van hout. Zal ik hier gewoon eens even wat... Oh, wat... Wat is er? Heb je het nou weer zon gemaakt? Stiekem? Heb je het stiekem zon gemaakt? Heel stiekem. Oké, dat hebben mensen niet gezien, hè? Ja. Nee, ik had er net wat beelden gefilmd bij mij thuis, want er zaten allemaal lieve beestjes en zo, allemaal musjes en zo, zaten allemaal te brood te eten en zo. Echt? Oh, ja, echt lief. Dan van, nou, ik heb mijn camera gewoon neergezet in de tuin en dan een beetje ingezoomd. En toen ging ik gewoon naar binnen toe en toen had ik hem even laten doorlopen. Echt schattig. Ik wil later echt wel een beetje natuur gaan filmen, denk ik. Denk je niet? Dat weet ik niet, ja, zelf weten, hè? Ja, nou ja. Wat komen al die mensen doen hier? Weg! Jullie zijn vijanden! Wie? Ja, al die gasten zijn hier. Oh jee, wie zijn dat? Lady Arnos? Weg! Shh. Trouwens, iemand heeft een hele lelijke toren gemaakt van cobblestone. Dat kan je niet maken hier. In deze prachtige overlevingswereld. Jammer dit. Waar gaat hij dan? Ik heb meloenen. Weg op zouten. Waar ben je? Ik ben achter het huis. Achter het huis. Ja, daar ben je. Achter die heuvel. Ja, zie je die grote cobblestone? Jammer dit, hè? Ja, dit zijn die donkere hout. Dat vind ik niet zo mooi, dat donkere hout. We kunnen beter doorlopen en dan die wat lichter hout pakken. Van hetzelfde hout, zeg maar. Wat lelijk, hè, die cobblestone. Waarom... Jammer dit. Dat is jammer. Ja. Lelijke toren. Wie eraan? Ja, wat doe je eraan? Omverkappen, maar ja, daar gaat niet alles mee naar kapot natuurlijk. Oh. Weet je wat voor game ik heb gespeeld trouwens? Terraria. Echt serieus, heb ik gekocht voor de Xbox. Was in de aanbieding, voor 5 euro. Wat is dat? Ja, voor... echt zo Minecraft, maar dan echt wel heel erg moeilijk. Echt? Ja, nou, het is met de PC, je merkt wel dat het echt een PC-game had moeten blijven. Want met de Xbox-controller, al die knopjes en zo, je moet er echt even aan wennen. Maar het is echt een... Ik zou het houden als een PC-game. Niet als een console-game. Dus heb je hem nog niet voor PC? Het is een leuke... Het is best een leuke game. Je moet zeg maar gewoon... Je kan craften. En je kan ook gewoon mijnen en zo. En je kan blokjes verzamelen. En als je dan bijvoorbeeld een boom omhakt... En je haalt het beneden het blokje weg... Dan valt ook heel die boom om. Of nou ja, hij valt niet om. In Minecraft hoor. Ja, klopt. En dan moet je een speciale mod voor installeren op je survival. Dat is best wel handig, begin. Hoor. Ja, dat wel, ja. Misschien dat we nog eens gaan doen, ja. Maak je wel een beetje laks. Mag niet helpen. Mag niet helpen. Oh, zit ze te helpen, ja? Ja, ze zit blokjes te gooien. Mag niet. Mag niet.
We zitten trouwens nu echt al die bomen te kappen rondom iemands huis. Oh, wat woont hier iemand dan? Wij toch? Een pro, ja, het is niet echt een prachtig huis. Ja, bij die cobblestone dinges. Bij die grote stomme lelijke... Ja, die stomme lelijke paal. Wel dicht bij ons. Mm-hmm. We hadden gevraagd of mensen niet bij ons willen bouwen in de buurt. Nou, we zien dit een keer door de vingers. Maar niet gewoon gek, die paal ervan. Die paal moet er wel vanaf. Dat vind ik het prima. Ja, dan vind ik het een mooie ruïne. Een ruïne. Custom Pro. Ja, Custom Pro. Zal ik eens even een... Wordt donker, hè? Oh shit, moeten we terug? Ik denk het wel. Even... Nee joh, ja, moeten we terug? Shit. Ja, tuurlijk. We kunnen /home doen, hè? Ja. Oh ja, daar heb je wel gelijk in. Dus dan, als het dan gevaarlijk wordt, dan kunnen we altijd even... Hey, dat kunnen VIP's toch ook gewoon? Of kunnen alleen wij dat? Ah. Ik weet het niet eens. Hallo, schaapje. Ah, nu is hij dood. Maar heb je een schaapje vermoord? Waarom dat? Ik heb niks gedaan. Oh, iedereen kan home doen. Mooi zo. Tof. We cheaten niet. Mooi zo. Dat geeft me een goed gevoel namelijk. Nou, ik heb wat hout. Roy, hoe is het met jou? Heb je ook wat hout kunnen scoren? Een stek hout. Een stek, oké. Van, ja, ik niet, heb niet zeggen dat het... Nee, ja, hoe meer hoe beter, hè? Zo. Hoeveel heb jij dan? Ik zal zo eens kijken. Ik ga home doen, ja? Slash home. Ja, ik ook. Ik vind het eng worden. Mensen willen me geven, maar dat mag niet. Ik heb bijna 2 stacks. Oh, echt? Ja. Ja. Even kijken, ik zal ze even... Nou, ik zet ze gewoon... Nou, voor mij heb ik dat licht houden, dat birchwood. Dat had ik nodig voor die stairs. Ik ga er gelijk even één maken. Nou ja, gewoon een paar. Oh, die birchwood heb ik toch al. Ja. Ik zal er even een paar stairs van maken. Zo. Dan is het handig om wat bomen te planten langs ons huis en zo. Is goed. Dan ga ik dat even doen. Is goed. Als het licht is. Is goed, dan ga ik die stairs maken. Mm-hmm. Wens me succes. Oh, je heeft er ook iemand een boom gesloopt. Dit is het mooiste huis dat ik ooit heb gezien, Ambrason. En heeft hij een boom half gesloopt. Nou, ik sloop hem nu ook wel. Nou, dat vind ik niet zo. Vind ik zonde dit. Zonde van de boom. Jammer. Donker. Heb ik mijn... Ja, ik ga eens een torch maken hier ook. Een torch aan die palen ook zo. Hoppakee. Hier beneden ga ik even dit afmaken. Ik heb namelijk een paar... hier zo. 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 Ja, jij bent schermen, Roby? Tuurlijk. Oké, dan maak ik hier een pad. Eigenlijk andersom. En dat pad... Eigenlijk andersom? Waarom moet ik jou beschermen? Omdat je een man bent. Oh ja, lekker makkelijk. Ja, lekker. Lekker dier. Lekker eekhoorntje. Oh! Oh my god. Je zou me beschermen! Je zou me beschermen! Wat is dit, vrouw? Wat is dit, vrouw? Ik bescherm je nou wel. Ik laat wel andersom zien. Hij schoot hem in mijn rug. Een heks! Ja, laat hem. Laat ze. Is het een vrouw? Ga je hem slopen? Ga je hem echt slopen? Ja, gooi poisons. Ja! Wat voor pad hebben we trouwens? Hebben we gravelpad of niet? Gravelpad? Wat voor pad hebben we meestal gebruikt? Hout? Nee, voor daar zo. Voorop. Wat hebben we daar gebruikt? Voorop. Dat weet ik niet. Waar je langs kwam net. Je kon even kijken. Echt een aardbei soms. Kijk, hier zie je toch? Hier, wat voor paal? Hier, cobblestone hebben we gebruikt. Oh, okay. Lekker makkelijk. Die heb ik dus weer niet. Nou, die moeten we even... Kan je die halen? Oh. Kan je cobblestone halen? Ja, is goed. Oh, hier staan nog meer bordjes. Oké, kom je dan naar... Oh, het is wel heel eng met alle... Wel echt heel donker hier. Ja? Ik heb genoeg torches bij. Waar moet ik torches platen? Waar het donker is. In plaat. Nou, we hebben genoeg licht. Oh, er zit een creeper bij ons thuis. Hoe komt hij hier binnen? Wat? Waar? Oh! Ah! Wat ben je aan het doen? Oh. Roy! Wat is er? Ik heb hier verraad gevonden. Kom. Wat heb je gevonden? Achter ons huis. Verraad. Verraad? Verraad. Dit is duidelijk verraad. Achter ons huis. Hier zo. Op de achterschuur. Achterschuur. Ja. Alalala. Hier ben ik. Alala. Alalala. Dit is duidelijk verraad. Oh my god. Nou. Ik denk dat dat... Kraftman. Handkraft. Handkraft. Oh. Hallo, mag ik er ook nog uit?
Wacht, laat maar het laatste blokje deur plaats. Hier. Allemaal vullen. Aapje. Ja. Oké, tof. Nou ga ik even cobblestone halen, want dan gaan we even dat pad mooi maken. Ik heb cobblestone voor je. Wacht, wacht. Niet hier, veel. Ik heb cobble. Hoeveel heb je? 2 stacks. Even woed in de kist, want ik heb een hoop woed gehaald. Even kijken hoor. Oh, er zitten zelfs ook woed in nog ook. Hele dingen joh, hele stacks. Ook woed. Ja, klopt. Dat heb ik erin geslopt. Cool. En ik heb dirt. Zo, die gaan we ook terug zo. Dirt chests zijn bijna vol. Dat is mooi. Die dirt chests wil ik heel graag vol hebben. Want dan kunnen we namelijk aan die volgende chest beginnen. Wat kom je hier doen? Ga weg met je coins. Hij gooit even kwans. Hier, weg. Ik hoef niks. Wie zit er dan? Ik hoef geen... Hij gaat dingen geven. Weg. Oh my god, hoe komt hij hier binnen? Weet ik niet. Mag niet. Weg, ik hoef geen dingen. Weg. Hup, weg ermee. Oh, hier is een boompje. Mag ik die plaatsen, die boompjes? Ja. Mag je van mij. Oh, ga die binnenin plaatsen, oké. Okay. Ja, ook. Weg! Weg, Chloe! Fuck jou! Zo, teamwork. Teamwork, vieze kut. Sorry hoor. Net teamwork. Ik ga het weer dingen droppen. Ja, echt. Weg jij. Ik ga hem naar spawn teleporteren. Ja, weg jij. Oké, ik plaats weer een paar bomen. Teamwork, Roy. Ja, lekker. Opvoeding. Wat? Opvoeding, ik moet je opnieuw opvoeden. Heeft het te maken met opvoeding? Weet ik veel, maar ga doen. Wat heb je hier allemaal gedropt? Oh, kijk uit! Ik zal je redden. Ik ga maar vullen, hè? Ja, ben ik al mee bezig, vrouw? Ja, zie ik, man. Hier, neem deze mee. Waar ben je? Hier, neem dit mee. In onze schuilplek. Ik ga wat bomen neerzetten. Wat zit je maar al je zorg te geven? Die moet je even meenemen, want dan kan ik namelijk op pad gaan dadelijk. Overleven. Oh, waarom ben ik je pakezel? Heb je dirt? Ja, heb je dirt? Plaats hier. Nee, heb ik... Ga lekker voorlopen. Zo. Nou, sorry hoor. Ga niet zo doen, hè? Nee. Waarom we hier moeten buitensluiten? Zo, weet je als mensen gaan slopen dit mooie pad, hè? Oh. Dat is een mooi padje. Zo zonder zijn als de padje ging slopen. Wij hem op de knietjes al de pad doen. Is wel een slopen, hè? Ja, Anux. Oh, je bent echt gesmiecht, hè? Echt niet cool. Ik laat je, ik doe kill Roy en dan ben je helemaal de pineut. Oh, jammer. Ja, jammer dit. Ik vind het echt niet leuk. Ga je nog wat anders doen dan mij lopen irriteren? Ja. Fuck off. Ja, vind ik het niet leuk. Kapitaal. Nee, die vind ik niet leuk. Roy, stop ermee. Dat meen ik. Oeh, er zit een... Ja, jammer dan. Niet zo. Nee, je moet stoppen ermee. Nee, ik doe niks. Vind ik niet leuk. Is er... Ja. Zo. Zo. Kan ze wel alleen aan. Oké, okay, ja, ik ga je spullen even droppen. Ja, in bij ons, hè? Ja. Oh. Kom je aan een iron deur? Dat weet ik veel. Ik zat in mijn inventory. Ik was niet eens al gedropt door die gasten. Oh, hebben ze hier hun restjes te geven. Denk het. Oh, zombie. Dit is trouwens wel een leuk pad wat ik aan het maken wil. Moet alleen nog opgevuld worden met dirt. Er staat weer iemand. Wanneer niet? Herman! Dat is Herman. Nou, wat komt hij doen? Die wil natuurlijk Erik's plek inpikken.
Ja, echt hè? Ja, oh. Nee, we hebben al logeerders. Kom voor de fame. Maar we kunnen wel helemaal afspreken. Als hij een eigen schuurtje maakt bij ons in de achtertuin. Op de plek waar wij het willen. Dan mag hij een eigen... Ja, zullen we dat afspreken met hem? Ja, dat vind ik prima. Oké, cool. Herman was Herman. Ik ga hem begeleiden naar een nieuw plekje. We hebben namelijk een mooi plek voor hem gemaakt. Speciaal voor jou, Herman. Ik loop naar je toe. Ik kom naar binnen. Het feest begint nu al. Wie heeft dit geplaatst? Wat? Ja, hout om over de hek heen te komen. Schande dit. Eén van die twee. Oké, okay, Royal. Waar is Herman? Herman! Herman, Herman, hij staat... Herman blijft er staan. Was er ook iemand stout geweest? Herman! Ik ben achter je. Lars. Ik kom eraan. Het duurt wat langer. Ja, waar is Herman nou? Ik zag hem net Herman staan. Herman, hij is hier. Waar is Herman? Hup, hup. Hij gaat... Kom maar naar boven, naar de verdieping. Ja, ik zie Herman. Hoi Herman, hier. Oh, hij gaat weer terug. Herman! Hij gaat weer... Ik weet niet wat hij gaat doen. Oh, hier komt hij. Herman, hallo. Hij is wel een losgeslagen beest. Herman. Kijk, ze zijn freerunnen erboven. Oh! Stout. Ja, het komt omdat die Lars heeft daar blokjes. Oh, nou, moet even kapot maken. Kijk, dit is de oude plek. Ik zal het even slopen. Vang alsjeblieft deze acaciaboom op, want die zijn heel zeldzaam. Wil je hier in de hoek? Hier mag jij een klein schuurtje voor jezelf maken. Met een overlevingsbedje en alles. Dan mag je bij ons hier in de crypt wonen, ja? Oké, tof. Dankjewel, Herman. Leuke Herman. Altijd zo spraakzaam. Even kijken. Oh ja, hij mag ook onze oppermeloen. Nou ja, dat krijgt hij later wel. Hey, heb je genoeg eten, Herman? Dan moet je even naar Rooie vragen. Die heeft wel wat voor je. We hebben genoeg... Oh, hij is... Hij is nog zelfs nog een... Wat? Ik versta niet wat je zei, je maakt de zin niet af. Lars K. heeft blokjes geplaatst zodat hij bij ons naar binnen kon. Oh, hoor je dat? Speciaal dat jullie erbij komen. Ja, een dag geleden nog wel. 23 uur. Nou, nah, dat kan toch niet, Lars? Gedraag Lars. Je. Waar wil je in de gaten, Lars? Echt, hè? Oh, daar aan de overkant zit al een heel mooi huisje daar. Wat leuk, joh. Dat is vlak bij ons. Nou, grappig. Ik zou het wel heel waarderen als die mensen die daar aan de overkant wonen, jullie weten misschien wie ik bedoel, degene die kijken. Daar zo, als jullie een pad maken naar ons toe, dat zou gaaf zijn. Dat zou heel vet zijn. Ik wil wel mee beginnen, maar dan gaat hij denk ik over het water heen, omdat ik nu een beetje stom heb gedaan. En Herman dan? Die is hier nog een beetje aan het rondspringen zo. Ja, Herman zou een huisje maken, toch? Of een schuurtje. Nou, dat mag, hij mag. Hij heeft toestemming van ons. Hij mag een huisje maken als hij wil. Wat is er? Wat was dat voor raar geluid? Ik ben ze de hele tijd aan het teleporteren. Oh. Zo. Moet je misschien maar even in de chat zeggen. Misschien horen ze niet... Ja, we zitten ook op Teamspeak, hè, mensen. Dus mensen kunnen dat niet horen. Nee, volgens mij zitten ze ook op Teamspeak, hoor. Oké. Meende ik, maar... Ik ga naar... Ik ga naar Koersbush. Waar ben je? Ik ben een pad aan het maken aan de zijkant van ons huis. Oh, oké. Vind je het cool? Nee. Waarom niet? Daarom. Oh, dat is een mooi paardje hoor. Ja, daar heb ik eigenlijk van als je mij een beetje loopt uit te mikken voor je kan geen mooie paden maken. Happy. Speciaal voor deze video doe ik dat, hè? Mooie paden. Ja, speciaal voor deze video. Ik ben padenman. Padenman. Ik hang weer vast. Voor de verandering. Oh, nice. Nou, dat is altijd leuk, toch? Ja, ik weet echt niet wat er met mijn Minecraft is, maar... Nee, maar ik weet het ook niet. Volgens mij mijn cobblestone op. What are you doing? Weet je wat dat betekent, Roy? Minecraft. Weet je wat dat betekent? Wat? Mijn cobblestone is op. Nou, dan moet ik nieuwe halen, zeker. Nee, nou, dat ga ik doen. Maar voordat we dat doen, wil ik eigenlijk naar het outro. Oh, oké. Okay, dat en de vind mensen ik prima. Bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet vooral niet te liken. En een leuke comment te plaatsen wat je van deze video vond. En dan zien we volgende keer terug bij een nieuw overleven met Roy en Vincent. Doei doeg! Doei doei! Ik trek gek bek.